Welkom bij deze vlog in het kader van het project Boomkwekers weten van water. Een goede waterkwaliteit is belangrijk voor het beregenen van gewassen. Vandaag zijn we op de onderzoekslocatie van Delphi, waar Arie Schipper wat zal vertellen over waterkwaliteit. In de containerteelt maken we gebruik van verschillende soorten gietwater, regenwater, recirculatiewater en vaak ook slootwater. Belangrijk daarbij is om inzicht te hebben in de kwaliteit van het water. Daarvoor nemen we vaak een watermonster. Watermonster zie je het zoutgehalte, totaal zout in het water. De EC dus, maar ook de gehalte natrium, chloor en bicarbonaat. Bicarbonaat is het moeilijke woord eigenlijk voor opgeloste kalk. En bicarbonaat kan dus heel veel invloed hebben op de pH die je krijgt in de potgrond. Wat gebeurt er? De bicarbonaat reageert met de zure deeltjes in de potgrond, waardoor er zure deeltjes verdwijnen en de pH ongewenst gaat stijgen. Aan de hand van het watermonster, waarop we dus het gehalte bicarbonaat zien, kan het nodig zijn om aan te zuren. Dat aanzuren kan op verschillende manieren. Hier op de nieuwe proeflocatie van Delphi zien we een systeem met een mengbak, waarbij dus het zuur apart wordt gedoseerd in de mengbak. En het grote voordeel van een dergelijke mengbak is dat het zuur daar heel goed in kan reageren. Je kan dus apart zuur doseren via een zuurdosering. Je kan ook het zuur toevoegen aan je meststoffenschema. Hier zien we de mestbakker. Op het moment dat we bepaald hebben hoeveel bicarbonaat er in het uitgangswater zit, aan de hand van het monster, kunnen we dus in de mestbak zuur toedienen. Op het moment dat we zuurregeling gebruiken, dan zal de zuurregeling op basis van de pH-meting van het uitgangswater zelf een hoeveelheid zuur doseren. Die pH die we instellen is niet de pH in de potgrond, maar ligt daar toch vaak een stukje boven, bijvoorbeeld 6,5 of 6. De waterkwaliteit wordt dus bepaald door de EC en de zouten en het bicarbonaat. Bicarbonaat kunnen we indien nodig uit het water verwijderen door aan te zuren met salpeterzuur, fosforzuur of zwavelzuur. En dat verwijderen doen we door zuur aan de mestbak toe te voegen of zuur apart te doseren.